Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering informeert samenleving over actualiteiten en samenleving heeft grote verantwoordelijkheid in COVID-19-pandemie. Vice-president Ronnie Brunswijk is op woensdag 22 juli 2020 in vergadering bijeengekomen met de Raad van Ministers. De media werd na deze raadsvergadering geïnformeerd over actuele onderwerpen, zoals lopende zaken en besluiten genomen tijdens het overleg. Het betrof het eerste persmoment tussen de Raad van Ministers en de pers sedert het aantreden van de nieuwe regering op 16 juli 2020. Wij brengen u een verslag van deze persconferentie. Punten die besproken waren, of zijn, in de RVM. Eerste was werkwijze van de RVM en huisregels is besproken. Minister Ramdien is aangewezen als eerste vervanger van de raad. En als tweede vervanger is minister Marie Levens als tweede vervanger. Er is gediscussieerd over COVID-19, maar vanwege de zware wichtige aard komt er een spoedvergadering vrijdag om de finale besluiten te nemen. Mijn volksgezondheid kan hier verder straks verder ingaan. Er zullen commissies ingesteld worden om de voorbereidingen te doen voor wet, grondconversie en 45 jaar onafhankelijkheid. Grondkwestie cultuur Tuinlaan met betrekking tot de gronduitgifte van het gebied bekend als cultuurtuin heeft het onderzoek gewezen dat de uitgifte niet conform artikel 7 IV van het decreet uitgifte domeingrond heeft plaatsgevonden. Onder andere is niet gebleken dat adviezen zijn opgevraagd aan de instantie die behoren te adviseren, CQ, deze adviezen ontbreken. Derhalve kleeft aan deze beschikking een ernstig gebrek. Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat enkele van de beschikkingen reeds zijn aangeboden ter inschrijving aan het MI-CLIS. Het is niet uitgesloten dat andere beschikkingen zijn uitgereikt met betrekking tot deze grond en niet voorkomen op de collectieve bereidverklaring. Deze vermoedelijke uitgiftes zullen nog onderzocht moeten worden. Er zal een managementteam bij het directoraat belasting komen. Er zijn voorstellen gedaan door MINFIN voor vergroten van de inkomsten van de overheid. Hierover is er een discussie nog gaande in de RVM en komen we vrijdag in spoedvergadering weer bij elkaar. Dus dat zijn de punten in grote lijnen, in een nutshell. Die kwestie van cultuurtuin. Als we kijken naar het eerste opzicht, dan kan je zeggen van cultuurtuin is ons heilig gebied. Als we kijken naar het algemeen belang, dan kan je zeggen van hoe haalt men uit zijn hoofd om dit gebied, om dit stukje grond uit te geven. Als we kijken naar de wetenschappers, de verschillende instituten, gelet op het onderwijsgebeuren, dan wordt gebruik gemaakt bij het vak biologie, doen wetenschappers daar hun onderzoek. Cultuurtuin, daar is het dierentuin gevestigd. Het is ook een stukje, voor de toeristen is het een stukje wandelpark, niet alleen voor de toeristen,
Vele Surinamers maken gebruik van. En ook als trimbaan wordt het gebruikt. Maar het punt is dat we niet hierbij moeten blijven. Over dit geval, we moeten die lijn doortrekken. En het is gebleken dat men eerder grond in die omgeving hebben uitgegeven. Dus we gaan het niet hierbij laten. Maar wat de gemeenschap moet weten, is dat de minister van Grond en Bosbeheer heeft zijn deskundige vanaf. Zaterdag zijn we bezig. We hebben flink gewerkt het weekend, zaterdag, zondag, om het dossier op tafel te leggen. En u weet, de gemeenschap weet het grondtory aan een onmakkelijk kwestie. Dus we zitten met bijkans 500 rechtszaken binnen het ministerie. Dus de minister is zo voorzichtig mogelijk en we worden geadviseerd door een groep van juristen en deskundigen binnen het ministerie. Maar het gaat niet zo makkelijk. Ik ben nieuw. We hebben heilige huisjes geconstateerd binnen het ministerie. Dus je komt niet zo makkelijk aan informatie. Maar wat ik wil de gemeenschap geruststellen, dat we het besluit hebben genomen dat we een deel van de beschikkingen die al zijn overgeschreven of ingeschreven bij het Emigelis, gaan we een deel, nee, dat gedeelte gaan we vervallen, verklaren. En dat gedeelte, dat deel welke nog niet is ingeschreven, gaan we gewoon moeten intrekken. Maar het onderzoek is nog gaande, dus we kunnen niet een definitief besluit nemen. Ik heb dan advies gevraagd van de raad of toestemming om dan verder te gaan met mijn onderzoek. Mijn dossier is niet helemaal compleet om een concreet besluit te nemen. Dus het onderzoek is gaande. Maar de gemeenschap mag wel gerust zijn dat het gewoon onkant is om cultuurtuin uit te geven. We gaan daaraan niet meewerken. Deze regering zal daaraan niet meewerken. Dus we gaan oplossing inbrengen. We hebben vandaag bij onze eerste NVM sowieso COVID-19 als aandachtspunt gebracht bij de ministerraad. En er waren ook inderdaad raadsvoorstellen ingediend om in elk geval de management of het management van COVID-19 te bespreken, maar ook nog te kijken naar maatregelen die noodzakelijk geacht worden om de situatie in Suriname wat betreft COVID-19 beter te managen. De VP zei het al daarnet vanwege de zwaarwichtigheid van de zaak en de discussies hebben we besloten om in een spoedvergadering vrijdag verder in te gaan met betrekking tot besluitvorming qua COVID-19 op regeringsniveau. Wat ik wel alvast kan meegeven, is dat u als gemeenschap verzekerd mag zijn dat de regering serieus omgaat met het managen en het in kaart brengen van COVID-19 cases. We hebben weliswaar enkele behoorlijke challenges te facen. Een van ze is namelijk dat we al tegen onze isolatiecapaciteit aanlopen. We lopen ook al tegen onze quarantainecapaciteiten aan. Er is een dreigende epidemie, met name in Paramaribo en delen van Wanica. Het oosten baart ons enorm veel zorgen, met name het personenverkeer. De goudvelden, formeel en illegaal, die lijken de bron te zijn van de epidemie. Maar veelal zijn we enorm bevreesd over het feit dat ons gedrag bepalend zal zijn voor de prognose, voor de infectietrend. Het betekent, precies zoals het al gaat, er zijn maatregelen afgekondigd door de vorige regering. Die maatregelen zijn voorlopig nog steeds van kracht. Wij hebben als regering besloten om de organisatiestructuur van de aanpak van COVID-19 enigszins te wijzigen. Let wel, ik zeg enigszins, en
Daarmee wil ik het gevoel bij de gemeenschap weghalen dat er geen drastische veranderingen komen qua COVID-19 aanpak. Wat goed is, wordt behouden. Waar er andere insecten zijn, zullen we moeten bijschaven. De mensen die bezig zijn met COVID-19 zijn deskundigen. En deskundigen vervang je niet om een politiek gewin, dat laat ik duidelijk zeggen, want de geluiden moeten we helder houden. De deskundigen ter zake, die zijn nog steeds betrokken in de aanpak van COVID-19. En u mag weten van mij, vanaf de overname vrijdag, zijn wij continu bezig met COVID-19. Terwijl we weten dat er ook non-COVID-19 zaken qua gezondheid ons regarderen. Ook daar zijn er enkele dreigingen waarin we in een later stadium terugkomen. Dus terugkomend op COVID-19, u mag weten dat de regering dus werkt aan een nieuwe organisatiestructuur. En ik mag op met toestemming van de regering dit even verkondigen. De organisatiestructuur in het kort omvat eigenlijk een structuur welke verdeeld is in twee grote delen. Eén is een beleidsmatig niveau en twee is een uitvoerend niveau. In het beleidsmatig niveau hebben we de COVID-wet waar de regering zich aan dient te houden. En dat beleidsmatig niveau wordt gecoördineerd door de vicepresident. De vicepresident wordt op dit niveau bijgestaan door enkele ministers. Dat zijn de minister van Volksgezondheid, de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Regionale Ontwikkeling en het Directoraat Nationale Veiligheid. Vanuit het niveau van de vicepresident wordt de coördinatie verder gedelegeerd naar de minister van Volksgezondheid. En de minister van Volksgezondheid die heeft de beschikking over een taskforce. En die taskforce richt zich op vier grote pijlers binnen de aanpak van COVID. En dat is namelijk 1. De handhaving. In de handhaving, dan denken we aan veiligheid. Veiligheid, dat omvat natuurlijk een aantal ondersteunende instituten als DNV, Justpol en Defensie. Tweede, het medisch gedeelte, de tweede pijler. Daar komt er een outbreak management team, welke dus nog verder zal werken met verschillende werkgroepen, gericht op de specifieke probleemgebieden die eerder zijn aangehaald door mij. Het derde pijler, omdat wij weten als regering dat de hele samenleving gebukt gaat onder de vernietigende effecten van COVID-19 op onze maatschappij en onze economie, is de derde pijler economie en maatschappij. In deze pijler zitten met name alle ministeries en de relevante sociaal-maatschappelijke groeperingen die betrokken zullen worden bij de aanpak van COVID-19 richting normalisatie. Let wel, we gaan richting normalisatie. En de vierde pijler, dat is de pijler voorlichting ofwel communicatie. Het is van belang om te begrijpen dat ons gedrag met name bepalend zal zijn voor de maatregelen. Dus uw gedrag dan en ons gedrag bepalend zal zijn voor de maatregelen die wij als regering moeten nemen om COVID-19 te kunnen managen. En daarom kan ik direct aangeven dat onze communicatie voornamelijk gericht zal zijn op bewustzijnsverhoging en gedragsverandering. Ik wil dus hierbij aangeven als conclusie. Er lopen grote dreigingen richting Suriname qua COVID-19. Vooralsnog is de situatie onder controle. Maar we gaan snel moeten ingrijpen en snel moeten inspelen op de cruciale zaken die daar heb aangehaald, willen we COVID-19 nog beheersbaar houden in Suriname. Er zijn enorme problemen waarmee we te kampen hebben. En drie van ze zijn vandaag nadrukkelijk behandeld. Eén is de kwestie van COVID-19. U heeft net van de minister gehoord wat de plannen zijn. Een beetje een omslag in de wijze waarop de nieuwe regering daarmee zal omgaan. Twee is de kwestie van de financiële problematiek. En daarover is met de minister van Financiën uitgebreid van gedachten gewisseld. Met name in het beheersen van de binnenlandse vraagstukken. De mogelijkheid om salarissen op tijd te betalen, AOV op tijd te betalen, maar ook de pensioenen. Daar wordt zwaar aan gewerkt. Uiteraard, er zullen vele maatregelen nog komen in de komende weken als onderdeel van het gezondmakingstraject.
van de financiële situatie. Het laatste is natuurlijk, hoe zorgen we ervoor dat de bevolking de problematiek die ze op dit moment ervaren in termen van toenemende werkloosheid, maar ook in termen van levensstandaarden, dat ze dat te boven komen. De financiële situatie zal daar ook een oplossing op voor moeten bieden, ook in het kader van COVID-19 en de amendering van de wet, welke nu een afloopdatum heeft van 9 augustus. Dus daaraan wordt ook gewerkt. En het enige wat ik u daarnaast kan meegeven, ik heb de raad geïnformeerd over de situatie op onze ambassade in Guyana, waar 2 keer brandbommen, molotov cocktails zijn gegooid. Het is nogal duidelijk waarom dat is gebeurd. Het is in een periode van een week 2 keer gebeurd. We weten dat de situatie in Guyana op dit moment vrij intens is, maar we zien geen enkele indicatie op dit moment dat het met politiek of iets dergelijks te maken zou hebben. We wachten op de rapportages van de Guyanese autoriteiten. Ondertussen kan ik u verzekeren dat ons personeel daar veilig is en het goed doet, natuurlijk met de nodige voorzorgsmaatregelen. Ten aanzien van de 8,2 miljoen van CDB voor crisismanagement, ik heb daar weinig zicht op, helaas. Ik weet dat er gelden zijn vrijgemaakt bij verschillende bankinstellingen, financiële instellingen voor crisismanagement, met name gerelateerd aan COVID. Dit specifiek bedrag ken ik niet. Ik wil het wel nazoeken en te zijn nog tijd daarop terugkomen, als u het niet erg vindt. 1,9 miljard buitenlandse schuld met een koers van 7,52. Ik denk dat we allemaal weten dat deze regering qua werkdagen nauwelijks 3 dagen zit. Wij werken nog steeds met de situatie zoals wij dat hebben overgenomen. Deze schuldlasten zijn tegen de koers van 7,52 geregistreerd. En dat is de situatie. Wat er in de toekomst gebeurt, in de directe of in de naaste toekomst, met betrekking tot de koers, of het verschoven wordt naar een meer realistische marktsituatie, dat zal de minister van Financiën moeten aangeven in samenwerking met de governor van de centrale bank. Ik geloof dat het van mijn kant uit zeggen dat dit is natuurlijk niet de koers dat het hanteerbaar is of realistisch is gegeven de marktomstandigheden op dit moment. Rij- en voertuigenbelasting 52 miljoen opgehaald, op de weg wordt ingetrokken. Ook daar, ik denk dat dit niet onmiddellijk op het radar is, op het scherm is van de minister, omdat er zoveel zaken spelen. Dit is iets van de vorige regering ook. Dus ik zal het wel doorgeven aan de minister wat betreft het antwoord naar jullie toe. Het spijt me dat ik niet specifiek kan zijn, omdat dit niet aan de orde is geweest in de discussies tot dusver. Maar u weet, er zijn zoveel andere issues die spelen die waarschijnlijk veel belangrijker zijn op dit moment. De 23 juli dat we gaan naar een soort van registratie als een land met een ernstige COVID-situatie. Ik denk dat niemand betwijfelt dat de COVID-situatie in Suriname ernstig is en de nodige aandacht verdient. Ik denk niet dat er iemand hier is, nog in het buitenland, nog in de zorg zelf, dat dat niet onderschrijft. Tegelijkertijd, we zitten natuurlijk in een transitie. En in een transitie is er een overgang van de ene aanpak naar de andere aanpak. Ik hoop dat dat heel kort wordt gehouden. Tegelijkertijd, en ik moet benadrukken, tegelijkertijd moet de dienstverlening zoals dat er is geweest wel voortgaan. En als daar dingen in zijn die gedaan moeten worden, dan zal de minister van Volksgezondheid daar zelf op terugkomen. Ten aanzien van meneer Hoefdraad, of hij nog in het land is, ik weet het niet. Ik heb geen contact met hem gehad. Ik geloof niet dat ik enige informatie daarover kan verschaffen. Ik heb niet begrepen dat hij niet in het land is. De COVID-19-pandemie is aan het groeien in Suriname en de samenleving heeft een grote verantwoordelijkheid in het bedwingen van deze ontwikkeling. Het aantal besmette gevallen landelijk vertoont namelijk een stijging. Op basis van de huidige cijfers kan gesteld worden dat het aantal om de 5 dagen toeneemt.
Daarbij is er een verschuiving van Paramaribo Noord naar het zuiden van de hoofdstad. De samenleving wordt opgeroepen om verantwoordelijkheid te tonen en COVID-19 gezamenlijk aan te vechten. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op dinsdag 21 juli benadrukt dat het punt waar Suriname nu staat van ons vraagt zeer oplettend te zijn. Het virus kent aldus het staatshoofd geen groot of klein nog religie. Het geeft ons een wake-up call en moet vooral onder controle worden gehouden. De president ontving een partij medicatie en persoonlijke beschermingsmiddelen van de Republiek India, die ons land daarmee ondersteunt in de strijd tegen COVID-19. Laat de helpende hand van bevriende naties voor ons als Surinaamse samenleving tevens een oproep zijn een grotere mate van verantwoordelijkheid aan de dag te leggen. Schroom u daarom niet om bij symptomen contact op te nemen met de BOG-hotline op 178. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.